Smelly! Gesamsa. Het zit er al op. Goedemorgen. Wat is er met mijn stem? Klinkt die raar? Ja. Dat is misschien omdat het nog heel... niet heel vroeg is. Dat het nog vroeg is. Wij zijn wakker geworden om 9 uur. En ik heb mij ondertussen al even geschminkt in het bed. Dit is mijn schmink. The usual. En ik heb zalig geslapen. Echt heel goed. En jij? Heel goed, echt waar. Ja, goh. Echt super zalig bed. Het is echt mijn kind of bed. Met zo fluffy dikke kussens, fluffy laken, zo'n zachte matras. Oh, zalig. Ik ga mijn haren nog stylen. En dan gaan we ontbijten. We gaan naar huis. Het is 10:50. Maar mijn familie komt om 1 uur. Dus, en we gaan nog drinken halen ergens. Nog wat extra. Het was echt super fijn. Echt heel mooi. Echt een aanrader. Het is dus een peer. Maar ik zie trouwens heel wit precies. Ik ga dat wat donkerder zetten. Ja, dat is al beter. Dus het is een peer en het noemt B&B Casa Chiolina. Voor mensen die hun dat gaan afvragen. Daar staat het. Dan zien jullie ook hoe dat geschreven is. En zo, is het, zo ziet het eruit. En zo wordt het geschreven. Het is echt wel super mooi. Ik had hier zelf nog niet van gehoord. Ik kende het echt niet eigenlijk. Want Sam heeft dat uitgezocht en Sam heeft het zelf geboekt als verrassingske. Echt super leuk. Sam is trouwens nog de sleutel terug doen, want we stappen in de auto en merken dat we de sleutel van de B&B kamer nog hebben. Oeps. Dus Sam zei, die zal ik maar snel terug doen. Ik zeg, ja, doe dat maar. Daar is hem ze. En dan joggen ze alle. En nu niet meer. Oké, op naar Hasselt. Allee Zalle. We zijn in de car wash. Sam is op mij aan het spuiten. Met de waterslang. We zijn dus in de car wash, hè. Wekelijkse stop voor Sam, elk weekend. En hij vond dat zijn auto te vuil zag. En toen zei hij, ik wil die gewoon even afspuiten. Ik zeg, allee, is goed. Doe maar, we zullen gaan. We hebben nog een uurtje voordat iedereen bij mijn thuis is. Allee, iedereen. Niet iedereen komt, omdat... Waarom piept er iets? Ah, dat is dat lange van Sam zijn auto. Maar dus, niet iedereen van mijn familie komt, omdat Freya en haar mama, tante Carola, hun familiefeest... Dit weekend doen, ook vandaag. Maar ja, aangezien het mijn verjaardag was dit weekend, wou ik mijn familiefeest dit weekend doen. En had ik al naar tante Karen en naar Bompa en zo gestuurd dat mijn familiefeest dit weekend ging zijn. En toen stuurde tante Carola aan de groep van de familie van mijn papa dat zij hun familiefeest dit weekend doen. Dus ja. Dubbele boeking, maar ja, onkel Massimo en tante Sylvia komen wel even. Dan tante Karen, onkel Erwin en Bente, mijn metekindje en haar broertje Torbe. En mijn mama, mijn papa, mijn zus komen en Sam zijn mama komt. Dus dat is wel tof. Mijn bompa komt uiteindelijk niet, want die is ziek. Maar ja, dat is niet zo erg, hè. Niet te veel volk. Dat is ook dik oké, hè. Gesamsa. Geld bijsteken, want het is al op. Ziet er goed uit. Dat is de eerste keer dat ik meega. We zijn terug
thuis. Sam is Milky zijn ogen aan het cider maken. Het is trouwens kei mooi weer. Oh. Oei, ik word heel donker. Oei. Hallo? Wat zal ze doen? Ik ga even een paar foto's bewerken. We hebben nog een half uur voordat iedereen er is. En dan gaan we alles al klaar zetten. Alleen staat al veel klaar, dus dat is wel een normaal. Smellieke, alles oké? Wat jij eikes? Wat jij eikes? Ja. Massageke. Massageke. Hier zijn ze PlayStation aan het spelen. En hier zit de rest. Een deel van de familie is al door. Moeite doen voor iets te doen. Iedereen is ondertussen naar huis. Dus 10 à 7 ondertussen. Het was heel fijn, heel gezellig. Maar nu ben ik echt wel heel moe. Ik denk dat we gewoon gaan chillen in de zetel. Hè? Sowieso. Ik zie je hoofd niet. Hey. Dus we gaan hier ook de vlog afsluiten. Ja. Oké. Okay. Nee. Ja. Ja, tenzij jij nog iets interessants hebt te doen vanavond, dan mag jij dan nog vloggen. Ik doe alleen maar interessante dingen. Zoals, wat gaat je deze avond nog doen? Ik ga mijn benen omhoog leggen in de zetel. Mm-hmm. Ja. Ja, tv kijken. Ja, zo interessant. Dus daarom gaan we de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het een fijne vlog en vonden jullie de birthday vlogs leuk. Mm-hmm. Doe zeker thumbs up. En wij zien jullie morgen.